Beste Koevoordenaren, het is dit weekend 4 weken geleden alweer dat ik het eerste geval van besmetting met het coronavirus aan u moest melden. En het zal u net zo zijn vergaan als bij mij. Sindsdien staan de weken toch een beetje op de kop. De werkelijkheid zoals die was van voor 4 weken geleden is absoluut niet meer vergelijkbaar met hoe het leven vandaag de dag eruit ziet. En dan heb ik het nog niet eens over alle beperkingen die nodig zijn om verdere besmetting met het virus te voorkomen en zodoende onze kwetsbare medemensen te beschermen. En ik heb begrip voor de onzekerheid die er is onder mensen die wat onder de leden hebben, die zich afvragen of ze misschien zelf inmiddels last hebben van dat virus of dat het toch gewoon de griep is. Mensen die zich zorgen maken om hun naasten en die niet meer toegankelijk bijvoorbeeld zijn. Maar ook de ondernemers wiens orderportefeuille als bij toverslag opeens helemaal leeg is geworden. Allemaal zijn we afhankelijk van natuurlijk maatregelen van de overheid. Daar doen wij ons uiterste best voor als gemeente Koevoorde. Maar vooral ook misschien wel van elkaar. En daarom wil ik u graag bij deze een hart onder de riem steken. Want die kracht is groot in Koevoorde. Dat kunnen wij als we naar elkaar omzien, begrip hebben voor elkaars situatie, onze verantwoordelijkheid ook nemen als het gaat om de beperkende maatregelen in acht nemen die nou eenmaal nodig zijn. En voorbereid zijn op het feit dat het misschien toch allemaal langer gaat duren dan we graag zouden willen. Maar juist in dit soort tijden komt de creativiteit in ons naar voren. En kunnen we steun blijven geven aan de mensen in de zorg die onvermoeibaar klaarstaan. Aan de mensen die ondanks alle beperkingen toch bijstand verlenen op soms hele creatieve manier. Ga zo door, zou ik willen zeggen. En laat elkaar bijstaan om deze crisis te boven te komen. Ik vertrouw daarop.